Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Glitter in de eenhoorn heeft een verhaal. Het is weer woensdag, het is weer woensdag. Bladibibi, bibladiblabla. Hallo lieve internetvrienden. Welkom bij de nieuwe vlog van Glitter in de eenhoorn en Jet de lievelingscat. Jet de lievelingscat, ja. Vandaag gaan we het hebben over de voortgang met de vlog. Het is al vlog 15, we kunnen een beetje op reflecteren. Ik heb nu allemaal rubriekjes met zo hoogtepunten van de week. En ik zat te twijfelen, dat is natuurlijk heel leuk. Maar misschien wil ik af en toe een themavlog doen, of een soort mini-docu. Want ik behandel best wel veel onderwerpen. En steeds maar eventjes. En Masume, een van de trouwe kijkers van de vlog, die zei tegen mij, misschien is het goed om af en toe een aflevering over bijvoorbeeld de drijvende tuinen te doen. Want daar is heel veel over te vertellen en ik raak het nu altijd maar eventjes aan. Of een hele vlog over Jet, of een hele vlog over de bijen. Dat leek me eigenlijk wel een leuk idee. Laat in de comments achter wat jullie daarvan denken, want dat vind ik heel belangrijk wat jullie denken. Ik zat ook te denken om misschien een prijsvraag te doen. Lijkt jullie dat leuk? Wat zouden jullie willen winnen? Zouden jullie een prijsvraag willen winnen met mijn kunst misschien? Of 1000 euro? Nou, laat het achter in de comments. Dan gaan we nu vertellen wat er deze week eigenlijk gebeurd is. Vorige week was ik op dinsdag naar de bijen geweest. En omdat dat op dinsdag was, kon ik daar niet heel veel over vertellen, want op woensdag komt de vlog al uit. Dus ik had niet heel veel tijd om daarover te editen. Wat ik nog wel leuk vind om te laten zien was hoe goed het met ze ging in de kast. En wat voor activiteit van de bijen Samina en ik hebben waargenomen. Zo werd er heel veel stuifmeel binnengebracht. Dat dragen die bijen dan aan hun pootjes. Dat is heel, heel mooi, heel magisch. Dat halen ze uit de planten, dat dragen ze dan aan hun pootjes en brengen ze de kast in. En dan doen ze een soort dans om de andere bijen te vertellen waar ze die stuifmeel vandaan hebben. En die dans hebben we gezien. Die dans, dit is een soort achtvormpjes doen ze dan. En dat heeft met de soort geometrische lijnen te maken. Hoe ze dan moeten gaan vliegen ten opzichte van aardmagnetisch veld of iets. Ik snap het helemaal niet goed. Maar dat hebben allemaal wetenschappers onderzocht. Hoe ze dan aan elkaar communiceren, waar ze die bloemen kunnen vinden. En dat hebben wij gezien, dus dat heb ik ook gefilmd. Hier zie je hoe die bijtjes die dans doen. En dat ze die stuifmeel hebben. Die stuifmeel die voeren ze aan hun jongen. We zagen ook heel veel broedcellen. Dus die koningin die kan wel 200 eitjes per dag leggen op haar hoogtepunt. Dus dat is echt heel veel. En die eitjes, daar komt het is een insect, hè, dus er komt een rupsachtige uit, een soort rups. En die rups, die voeren ze dan, die stuifmeel onder andere. En dan op een gegeven moment gaat die rups verpoppen en dan wordt die cel dichtgemaakt en dan verandert die rups in een bij. En dan moet die echt ook weer uit dat ei, uit dat kokon breken. Dus dat is heel fascinerend, dat hebben we stukjes van gezien. Hier zie je dat in beeld. Nou, ga ik nu over naar de vraag van de week. De vraag, de vraag, de vraag, de vraag van de week. De vraag van de week. De vraag van de week is gesteld door Miss Maycake. Miss Maycake. Die zegt, wat een leuke nieuwe vlog. Jammer dat Alberto en Jet niet meer bij je blijven wonen. Dat is echt heel jammer. Alhoewel, nieuwe beginnen zijn altijd heel spannend. En ook leuk. Wanneer heb je een VJ-show? Vraagt ze. Wanneer geef jij weer een VJ-show? Einde van april, begin mei. Nou, er komen er twee aan. Er komen twee VJ-shows aan in mei, half mei. Ik ga op 12 mei in Paradiso Noord optreden. Dat is een vrij nieuw soort VJ-show, want ik ga voornamelijk ondersteunend VJ'en voor Sophie Janna. Die gaat een EP release doen, heel mooie liedjes zingen. En ik maak er ook muziek bij. En ik VJ daarbij, maar dan met vloeistoffen die ik in bakjes druppel en dat wordt geprojecteerd. Dus het is een beetje een aparte show.
Ik ga ook nog een meer regular VJ Glitterende Eenhoorn VJ show doen op 14 mei in Sexyland World. Op het feest Laboratoire Electronique. En ik sta er met Zenja Pashkina. Met Laboratoire Electronique koop kaartjes. Voor de Sexyland 14 mei. Rave the date. Nou, zie ik jullie daar. Dit was dan weer het einde van de vlog. Want ik ben moe en we slaan de rest lekker over. Bye bye.